Dag iedereen en welkom bij de eerste les over OPAMS. OPAMS staat voor operationele versterker en het is een versterker met een heel grote interne spanningsversterking. De OPAMS zelf heeft 5 aansluitingen, 2 voedingsspanningen, dus een positieve en een negatieve voedingsspanning, 2 aansluitingen voor ingangsspanningen, een niet-inverterende ingangsspanning die wordt aangeduid met een plusje, een inverterende ingang die wordt aangeduid met een minteken en een uitgang. Nu, de uitgangsspanning zal altijd gelijk zijn aan een versterking van het verschil van de 2 ingangsspanningen. Dus zoals je ziet spreken we over een spanningsversterking. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld met de transistor. Met de transistor hadden we gezien dat een ingangsstroom werd versterkt naar een uitgangsstroom. En spraken we dus van een stroomversterker. Bij een op-amp gaan we het verschil van 2 ingangsspanningen gaan versterken naar een uitgangsspanning. Dus spreken we over een spanningsversterking. Nu, zoals ik al zei, is de interne spanningsversterking van een op-amp heel groot. Dus als we de uitgang niet gaan terugsturen naar de ingang, spreken we van de open loop versterking, dus AOL, van open loop. En die zal groter zijn dan 200.000. Dus het is een heel grote waarde en die is daarom moeilijk regelbaar. In dit geval, als wij de op-amp met de open loop versterking gaan gebruiken, dan zal de op-amp enkel de positieve of negatieve voedingsspanning gaan uitsturen aan zijn uitgang. En daarmee kunnen we bijvoorbeeld vergelijken of een van de 2 ingangsspanningen groter is als de andere. Nu, nuttiger is als wij de gesloten loop versterking gaan gebruiken. Dus de A closed loop. Deze versterking die krijgen we door de uitgang terug te sturen naar de ingang. Dus hiermee kunnen wij de waarde van de gesloten loopversterking regelen door hier eventueel een spanningsdeler of andere componenten tussen te plaatsen. In dit geval kunnen we dan de op-amp wel gaan gebruiken als versterker in plaats van dat we enkel 2 signalen met elkaar kunnen vergelijken.